Het is zaterdag vandaag. Het is een fantastische dag, 21 graden, strak blauwe lucht, lekker warm. Ik heb alleen één klein probleem. Ik moet ergens naartoe vandaag en het is niet op loopafstand. En waarom is dit nou een probleem? Die kleine aap van mij is nog 5 maanden oud. Dus ik ben op dit moment nog redelijk gebonden aan een maxicozy. Plus, ik heb absoluut geen zin om met dit weer met de metro te gaan. Dat betekent dat ik dit ding uit ga proberen. Dit is een maxicozy houder voor op de fiets. En de mensen van Steco hebben deze houder een geweldige naam gegeven. Namelijk de baby mee. Want je neemt je baby op de fiets mee. Briljant. Maar eerst moeten we hem nog bevestigen. Wat heb je nodig? Een steeksleutel nummer 8. En een beetje logisch verstand, zeg maar. De baby mee is een ijzeren frame waar je maxicozy in past. Aan de voorkant zitten 2 haken. Die schuif je onder een van de horizontale spijlen op je bagagedrager. Aan de zijkant zitten 2 hendels die de 2 klemmen bedienen voor aan de zijkant van je bagagedrager. Aan de achterkant zit een ijzeren schuif. Deze moet je bevestigen door middel van een moertje en een steeksleutel. Aan de andere kant zit een handig gaatje om een slot aan te hangen zodat hij niet gepikt wordt. Verder moet je de baby mee vastmaken aan je zadel met een soort spanbandje. Je zet de maxicozy in het frame en aan de zijkant bevestig je de elastieke koorden om de maxicozy aan het frame. En nu, tijd om te fietsen. Ik moet zeggen dat het in de stad zeker nog wel spannend is met al die drukte en dat verkeer. Maar ik weet niet of het ligt omdat ik voor het eerst met helemaal achter op de fiets zit. Of dat het aan de baby mee ligt. De baby mee. Baby mee. In ieder geval aan dat rekje. Die vluchtheuvels zijn trouwens ook een hele goede test om te kijken of je baby goed zit ingesnoerd. Zo niet, dan hoor je het vanzelf. Eerlijk gezegd denk ik dat ik het spannender vind dan hij.